Ja, Singapore, nou goed, ik ben er nog nooit geweest, maar het ziet er niet heel erg comfortabel uit om überhaupt daar rond te lopen, laat staan, in zo'n cockpit te zitten en te racen. Tom, uh, jij hebt vast wel eens een keer in zulke omstandigheden, ja. zulke landen uh, gereden. Kun je het een beetje Zeker. omschrijven hoe, hoe, hoe het voelt als je überhaupt al in zo'n auto zit met pak en alles erop? Ja, het, is, het is de humidity, dat is het eigenlijk. Kijk, weet je, een pak aan en een helm aan, dat kennen we allemaal. Uh, ik zeg altijd dat jongens rijden, rijden cabrio, Dan zit het natuurlijk gewoon uh, gewoon een uh, dakkie. Maar door de humidity... Uh, en de warmte en de vochtigheidsgraad tussen die gebouwen. Ja, dan weet je, is het net alsof, alsof je niet genoeg zuurstof krijgt. Alsof, alsof, alsof je maar de helft krijgt van normaal. En dat maakt het net even extra moeilijk. Tevens uh, is de Grand Prix van Singapore altijd de langste Grand Prix die, uh, die op de kalender staat. Ja, en dat, uh, ja, dat maakt het uh, denk ik extra moeilijk.